Voor dit verhaal gaan we naar Griekenland in de klassieke oudheid. We gaan naar de stad Thebe. In Thebe regeerde koning Laios. En zijn vrouw heette koningin Jocaste. Ze hadden nog geen kinderen. Omdat ze graag kinderen wilden, vroegen ze het orakel van Delphi om advies. Het antwoord van het orakel was verbijsterend. De zoon van Laios en Jocaste zal zijn vader doden. Laios schrok en besloot voorlopig maar niet de slaapkamer met zijn vrouw te delen. Maar ja, het was wel een hele mooie vrouw. En zo gebeurde het dat 9 maanden later een zoon geboren werd. Tja, het zou hem niet overkomen dat hij door zijn eigen zoon gedood zou worden. Laios haalde zijn bediende en zei tegen hem: neem dat kind mee naar de bergen en keten hem vast aan de rotsen. De trouwe bediende ging op weg met het kind op zijn arm. Hoog in de bergen vond hij een goede plek om het kind vast te ketenen. De beide engeltjes van de baby werden doorboord en met een ketting aan de grond vastgezet. Als een prooi voor de wolven werd de baby achtergelaten. De baby huilde en krijste. Er klonk geritsel in de struiken. Er was een dier vlak bij de baby. Uit de bosjes doemde een geit op. En achter de geit liep de geitenhoeder. Ach, kijk toch, arm kleintje, wat hebben ze met jou gedaan? De geitenhoeder pakte een grote steen en maakte de ketting daarmee stuk. Hij nam de baby mee naar zijn hut. Het toeval wilde dat de geitenhoeder een vriend uit Korinthe te logeren had. En deze vriend wilde de baby wel meenemen. En toen hij naar Korinthe was teruggekeerd, bracht hij het kindje naar zijn koning en koningin, Polybos en Merope. Het koninklijke echtpaar had zelf geen kinderen. Ze waren heel blij met de baby. De wonden aan zijn voeten genazen snel, alleen de littekens waren nog te zien. Zijn nieuwe vader en moeder noemden hem Oedipus, dat betekent gezwollen voet. En zo groeide Oedipus op, ver van Thebe, en hij wist niets van zijn afkomst. Oedipus was opgegroeid tot een knappe jonge man. Op een dag zei iemand tegen hem: je bent helemaal geen prins. Pardon? Wat bedoel je daarmee? Je moeder Merope kon helemaal geen kinderen krijgen. Je bent geadopteerd, man. Oedipus begreep er niks van. Hij wilde nu zeker weten hoe het zat. Hij vroeg het aan zijn ouders. Natuurlijk ben je onze zoon. Hoe kom je erbij dat dat niet zo zou zijn? En de littekens op mijn enkels dan? Ja, de bevalling was moeilijk. Het is met een tang gebeurd. Oedipus geloofde hem. Nou ja, bijna. Hij ging naar het orakel van Delphi. Hij vroeg aan het orakel: wie zijn mijn echte ouders? Het antwoord wat hij kreeg was totaal onverwachts. Oedipus zal zijn vader doden en het bed delen met zijn moeder. En meer zei het orakel niet. Oedipus was volledig in verwarring. Hij wilde weg uit Korinthe. Nooit mocht hij Polybus en Merope nog zien. Hij zou zijn vader per ongeluk iets aan kunnen doen. En zijn moeder, daar wilde hij niet eens over nadenken. Oedipus liep steeds verder weg van Korinthe. Op een dag kwam hij op een driesprong. Welke kant zal ik opgaan? Terwijl hij stond na te denken, kwam er een strijdwagen op hem af. Vanaf de wagen riep een oudere man: ga aan de kant! We moeten er langs! Oedipus was een trotse prins. Hij zette geen stap opzij. De paarden kwamen tot stilstand en de oude man stapte briesend uit de kar. Hij liep op Oedipus af en gaf hem een zet. Oedipus duwde hem terug en de man viel achterover. Zijn hoofd klapte op een steen. De andere man rende met een zwaard op hem af, maar Oedipus was sneller. Vliegensvlug schakelde hij ook de andere man uit. Een derde man zag dit gebeuren en besloot onmiddellijk de benen te nemen. Oedipus zette nog een korte achtervolging in, maar liet de man verder lopen. Terug bij de strijdwagen zag Oedipus dat de oude man en de andere man dood waren.
Oedipus bedekte hem met aarde bij een grote steen en vertrouwde hun ziel toe aan de onderwereld. Hij vervolgde zijn reis door het bergachtige landschap. Hij nam een bergpas die steil omhoog liep. Plotseling hoorde hij een stem. Die kant zou ik niet uitgaan. Oedipus keek om en zag een man staan. Niet? Waarom niet? Heb jij nooit gehoord van de Sphinx? De Sphinx is een monster. Hij heeft het lichaam van een leeuw, hij heeft vleugels en het gezicht van een vrouw. Iedereen die door de bergpas komt, moet een raadsel oplossen. En als je dat niet kan, dan word je in de diepte gegooid. Oh, ik ben heel goed in raadsels. Nou, succes dan. Nog nooit heeft iemand het overleefd. Oedipus liep verder. Hij was nieuwsgierig naar de Sphinx. Halt! Stop! Niet verder! Oedipus keek omhoog en zag boven zich een gevleugeld beest zitten. Bereid je maar voor op je dood. Nou, grappenmaker, laat me er nu maar langs. Dan zul je eerst een raadsel moeten oplossen. Oké, ik heb geen uren de tijd. Kom maar op met dat raadsel. Zeg eens, reiziger. Wat loopt 's morgens op 4 benen, rond de middag op 2 benen en 's avonds op 3 benen? Los dat op en je mag verder. Nou, dat is een moeilijk raadsel hoor. Een mens, wat een hersenkraker. Dus je weet de oplossing niet. Die heb ik je toch net gegeven? Ben je doof of zo? De Sphinx staarde hem aan. Hoezo? Nou, ik zei mens. Mens is de oplossing. Als een mens heel jong is, kruipt hij op handen en voeten. En als hij groot is, dan loopt hij op 2 benen. En als hij heel oud is, dan heeft hij een stok nodig. Maar hoe weet je? De Sphinx wilde zijn vleugels uitslaan, maar dat lukte niet helemaal. Ze ging omhoog en ze tuimelde achterover de rand van het ravijn. En met een plons verdween ze in de zee. Oedipus vervolgde zijn weg en kwam bij de stadspoort van Thebe. Voor het paleis stond een enorme menigte hem op te wachten. Ze juichten hem toe. Hij had de verschrikkelijke Sphinx verslagen. In het paleis werd hij door de vorst Creon ontvangen. Jongeman, je hebt ons van een groot probleem verlost. Mijn zuster de koningin wil je graag persoonlijk bedanken. Koningin Jocaste verwelkomde de jonge held met een warme glimlach. Ze was wel wat jaartjes ouder dan hij, maar ze zag er prima uit. Oedipus zag dat ze in de rouw was. Jocaste zei: mijn man is kort geleden overvallen door een roversbende en gedood. En sindsdien heerst mijn broer Creon over Thebe. Mijn oprechte deelneming, majesteit. Wat een bijzonder mooie vrouw, dacht Oedipus. Wat een leuke jonge man, dacht Jocaste. Oedipus bleef in het koninklijke paleis wonen. En hij hielp Creon met allerlei moeilijke dingen, zoals belasting en bestuur. Op een dag wilde hij Creon spreken. Het gaat over uw zuster, Jocaste. We zijn verliefd. Ik weet dat ze ouder is, maar... Beste jongen. En Creon nam met een warm gebaar Oedipus' hand in de zijne. Ik ben toch niet blind. Ik zag al meteen dat er iets tussen jullie was. Eros heeft al bij de eerste blik een pijl op jullie afgeschoten. En als je met Jocaste de koningin gaat trouwen, dan moet je ook tot koning worden gekroond. Maar dat... Hou op met dat gemaar. De stad heeft een jonge koning nodig en de mensen zijn dol op je. En zo trouwde Oedipus met Jocaste. Ze waren gelukkig met elkaar. En in de loop van de tijd werden er 4 kinderen geboren, 2 jongens en 2 meisjes. Het was een gelukkig gezin en iedereen was blij. En de stad kwam tot grote bloei. Tot er een vreselijke epidemie uitbrak. Veel inwoners van Thebe werden ziek. Ze moesten veel overgeven en kregen een heel hoge koorts.
en na enkele dagen bezweken de meesten aan de koorts. Oedipus wist ook geen oplossing. De tempel stroomde vol met angstige burgers en de koning werd bestookt met smeekschriften. Creon stelde voor om naar het orakel van Delphi te gaan om advies te vragen. Creon ging op pad en stelde het orakel één vraag. Waarom heerst er een epidemie in Thebe? Het orakel antwoordde: Thebe zal van de ziekte verlost worden als de moordenaar van koning Laios is opgespoord. Terug in het paleis vertelde hij dit. Jocaste hapte naar adem. Dat is absurd. Dat is een grote boevenbende geweest. Oedipus dacht na. We moeten de moordenaar vinden, maar hoe? Creon had nog een idee. We hebben Tiresias nog. Leeft hij nog? Zei Oedipus. Jazeker, zei Creon. Hij is wel stokoud en blind, maar wel helder van geest. Tiresias was beroemd om zijn gaven. Hij was helderziend. Tiresias werd opgehaald en naar Oedipus gebracht. En hij sprak: Wilt u de man vinden die Thebe in het verderf stort? Kijk dan eens in de spiegel. En meer was niet uit de oude man te krijgen. Wat een charlatan, wat een bedrieger, zei Oedipus tegen Jocaste. Maar wat ik je vragen wilde, toen je man vermoord werd, is toch een van de mannen ontsnapt? Ja, dat was Antimedes. En wat heeft hij toen precies verteld? Dat het een hinderlaag was en dat er wel 10 man bij betrokken waren. En dat Laios van de strijdwagen was gestapt. Uit de strijdwagen? Waar woont die Antimedes? Ik moet hem spreken. Antimedes werd opgehaald, maar ondertussen meldde zich een nieuwe bezoeker. Hij kwam uit Korinthe. Zijn nieuwe bezoeker nam onmiddellijk het woord. Sire, sire, ik heb droevig nieuws voor u. Uw vader, koning Podibos, is overleden. En hoe gaat het met mijn moeder Merope? Ja, je moet haar gaan bezoeken, zei Jocaste. Dat kan niet zolang mijn moeder nog leeft. Jocaste keek hem verbaasd aan. We hadden het zo even over orakels. Nou, toen ik nog jong was, bracht ik een bezoek aan Delphi. En ik hoorde daar dat het mijn lot zou zijn om mijn vader te doden en met mijn moeder het bed te delen. Dus zolang mijn moeder nog leeft, kan ik niet naar Korinthe. Maar sire, sire, sire. De boodschap uit Korinthe sprong van opwinding op en neer. Sire, ik heb geweldig nieuws. Merope is niet uw moeder. U bent geadopteerd. Ik heb u vroeger gevonden. Mijn naam was Straton en ik was vroeger herder. Een vriend van mij, een andere herder, had u gevonden. En toen heb ik u meegenomen naar Korinthe. Jocaste rende met een wilde kreet de kamer uit. Ah! En wat is er met het kind gebeurd? Dat kind heb ik aan koning Polybos en koningin Merope gegeven. Dat kind bent u. Ik? Was ik dat kind? Maar wie zijn dan mijn echte ouders? Ondertussen hoorde Oedipus dat Antimedes was gearriveerd. Zo, vertel eens. Hoe is dat gegaan met de overval? En ik wil de waarheid horen. Een jonge man stond voor onze strijdwagen. Koning Laos stapte uit. Er ontstond een gevecht. De koning en een lijfwacht werden gedood. En tot mijn schande vluchtte ik weg. Omdat ik me schaamde, heb ik in Thebe verteld dat het om een hele bende ging. Oedipus was de man die Laios had gedood. Nu kan ik de rest ook wel vertellen. Laios en Jocaste hebben ook een zoon gehad, maar die konden ze niet houden. In opdracht van Laios heb ik het kind naar de berg gebracht en vastgeketend. Nu was alles duidelijk voor Oedipus. In het paleis hoorde hij gegil van zijn dochters. Ze hadden hun moeder gevonden. Hij wist nu de waarheid. Hij had zijn vader gedood en zijn moeder tot vrouw genomen. Dat kon hij niet langer onder ogen zien. En hij stak zijn eigen oog uit. Oedipus ging in vrijwillige ballingschap. Zijn dochter Antigone begeleidde hem.
Samen trokken ze door Griekenland.